Het nieuws van Twente van dinsdag 20 november. Een grote operatie met een waterleiding in Enschede. En leerlingen in Hengelo bakken insectenkoekjes. Ons leek het leuk om iets dat mensen vaak heel lekker vinden, zoals speculaas, in iets te verwerken wat mensen nog niet echt gewend zijn, dus zoals insecten. Goedenavond. Via social media wordt steeds meer illegaal vuurwerk verhandeld. En dat is de politie een doorn in het oog. De politie Oost-Nederland is erin geslaagd om de online verkoop van zwaar illegaal vuurwerk te frustreren. Er zijn meer dan 900 Instagram-accounts opgespoord die gebruikt werden voor de handel in illegaal vuurwerk. Deze accounts worden door Instagram offline gehaald en een deel van de gebruikers zal worden opgespoord. De 26-jarige Enschedeër die verdacht werd van betrokkenheid bij de viervoudige moord vorige week in Enschede, is weer vrijgelaten. Hij is ook niet langer een verdachte. De man werd enkele uren na de moord aangehouden in de buurt van Dordrecht. De Enschedeër is sinds zijn aanhouding uitvoerig gehoord door de politie, maar inmiddels is duidelijk dat hij niets met de zaak te maken heeft. En in Hengelo wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de vermoorde Michael Akvidan. Hij is een van de vier slachtoffers en hij zal vandaag 28 jaar worden. Rieke Platenkamp uit Almelo heeft de Dutch Verzamel Award gewonnen. Ze krijgt die prijs voor haar verzameling van maar liefst 7000 drukpoppetjes. En vooral ook voor het enthousiasme waarmee ze de poppetjes spaart. Rieke won van twee andere verzamelaars, van parfumflesjes en kostuumpoppen. De Oldenzaalse straat in Enschede krijgt een speciale functie bij extreme regenbuien. Er komt een bergingsriool en een groenstrook waar water in opgevangen kan worden. Om ruimte hiervoor te maken verlegt Vitens nu het waterleidingnet. En daarbij wordt gebruik gemaakt van een gigantische boor. Wat hier gebeurt is dat wij als Vitens willen meewerken aan de plannen van de gemeente om een mooie Oldenzaalse straat weer te maken. En daarvoor zijn we nu bezig met de vijfde boring. Een boring die onder de grond gaat en ervoor zorgt dat het transportwaterleidingnet versterkt wordt, maar ook gedeeltelijk verplaatst wordt. En daarvoor komt veel bij kijken. De leiding die ligt nu daar opgesteld, hè, want je moet hem aan één kant leg je de leiding neer en dan aan de andere kant zet je die boormachine neer en dan moet je eerst een tunneltje maken en dan kun je de leiding weer doortrekken. Hij wordt verlegd om het waterleidingnet, dat wordt aangepast voor de aanpassing van de Oldenzaalse straat. En Vitens die heeft ook direct de kans genomen om dan te zeggen hun leidingwerk ook weer toekomstbestendig te krijgen. Hier ga je maanden van tevoren al mee bezig. Het begint bij bewoners informeren, omwonenden vooral. Je hebt hier te maken met winkeliers, maar ook met nood- en hulpdiensten, koeriers, buslijnen. Al die mensen moet je op de hoogte brengen van wat er gaat gebeuren. Ze goed meegeven wat je kunt verwachten. Bijvoorbeeld ook een ProRail, omdat je hier te maken hebt met het spoor. Wij zijn al volgens mij sinds dit voorjaar met dit project bezig met de voorbereiding om te zorgen dat alles goed gepland wordt. De ondernemers goede plek krijgen, goed op de tijd. Materiaalleveranties, dat is ook een kritisch item natuurlijk, dus dat probeer je echt op tijd aanwezig te krijgen. Als het goed is het op 14 december weer helemaal open en dan kan iedereen weer heen en terug in Enschede komen. Tot 14 december is het alleen nog maar mogelijk om stad-uitwaarts langs de Oldenzaalse straat te gaan. Wij zijn hartstikke tevreden met het resultaat. Ja, het verloopt echt alles conform planning. Ja, het is een mooi project wat dat betreft, zeker weten. Een speculaasje, dat gaat er bij veel mensen wel in. Maar wat doe je als datzelfde koekje is gemaakt van sprinkhanen, krekels of van meelwormen? Leerlingen van het Bataafs Lyceum in Hengelo namen de proef op de som en bakten insectenspeculaas. Ze wilden zo zien of hun medescholieren insecten willen eten als een alternatieve eiwitbron. Wij hebben op internet eerst onderzoek gedaan. Toen zijn we erachter gekomen dat vlees één van de grootste vervuilers in het milieu is. Dus toen hebben wij een vervanger van vlees gekocht en toen zijn we gezocht en toen zijn we op insecten uitgekomen. Ons leek het leuk om iets dat mensen vaak heel lekker vinden, zoals speculaas, in iets te verwerken wat mensen nog niet echt gewend zijn, dus zoals insecten. Wat zijn de reacties, denk je? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed, maar we gaan wel een live poll houden op het beeld achter ons in de aula. En dan kunnen mensen invullen wat ze van de koekjes vonden. Wat zijn tot nu toe de reacties van de andere leerlingen? De meesten vinden het heel erg lekker. Alleen sommigen die vinden het een gek idee dat er krekels in zitten. De eerste paar koekjes die gingen er binnen een paar seconden uit.
We hebben er nu al een paar honderd weggegeven. Vond je ze erg lekker? Ja, ik vind ze op zich wel lekker. En wat vind je ervan? Heel erg lekker. Lekker, ja. Het smaakt net zoals normale speculaaskoekjes. Vind je het niet raar dat er insecten in zitten? Nee, eigenlijk niet, want ik kom uit Taiwan. Daar eten ook insecten. En in Taiwan zelf heb ik ook wel insecten gehad. Nou, soms voel je wel een meelworm als je hem opeet. En wat zijn de reacties van de anderen die bij jou aan tafel zitten? Ja, die vonden het niet super lekker. Gaven alle koekjes aan jou of? Nee, ook niet. Ik heb ze gewoon een stukje gegeven. Alleen zij vonden het niet zo lekker. En dan nog het weer voor Twente. Het is koud vandaag, zeker door de harde oostenwind. De komende dagen dan gaat de wind wat liggen, maar het blijft bewolkt en koud. Met zo'n 4 graden overdag en 's nachts tegen het vriespunt. Het blijft ook droog. Pas in het weekend komt er regen. En tot zover het Twentse nieuws voor vandaag. Zometeen op 1 Twente, verhalen uit het Van Heekpark. Ik wens u nog een fijne avond verder.